Dames en heren, vandaag maak ik een speciaal gerecht, namelijk mijn moeders recept. Dit recept kun je mij voor wakker maken. Het is ontzettend smaakvol dat woorden tekortkomen om het te beschrijven. Ik ben geen grote eter, maar dit kan ik helemaal op en dat zegt wat. Ik heb hier 1,3 kilogram kipvleugel. Ik snij een gat tussen de twee botten in. Zo kan de marinade er goed intrekken en laat de kip zijn sappen los in het braadvet. Dit braadvet kun je over je rijst heen doen. Dit is echt heerlijk. De marinade bestaat uit Turkse tomatenpuree en verschillende smaakmakers. Mix de marinade na ieder toegevoegde ingrediënt, zodat het geheel goed mengt. Dit wordt straks in de ovenschaal een saus die je nergens kunt verkrijgen en voor geen goud kunt kopen. Wellicht is dit te overdreven, maar ik wed erop dat als je dit hebt gegeten, de kip nooit meer anders eet. Marineer de kip met de marinade en laat het vervolgens in de koelkast intrekken voor een aantal uur. Leg de kip met de huidkant naar beneden in een ovenschaal. Doe dit in de oven voor 15 minuten op 180 graden. Na deze 15 minuten draaien we de huidkant naar boven toe. En dan zetten we het weer in de oven op 200 graden, ongeveer 15 à 20 minuten, zodat de huid lekker krokant wordt. Zoals ik zei, deze smaken zijn moeilijk te beschrijven. Het is namelijk super lekker. Ik ken veel smaken van kipgerechten, maar moeders recept blijft voor mij op de eerste plaats. Je kunt ervoor kiezen om met je brood in de saus te dippen. Of je kunt het ook over je rijst heen doen. En dit geeft enorm veel smaak aan je rijst. Dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie mijn video en mijn moeders recept leuk hebben gevonden. Hopelijk proberen jullie dit Turkse recept uit en dan ben ik vooral benieuwd naar jullie reacties. Tot volgende week!